Maar dat is meer paralyzed build-up. Bij de Smith. Nou ja, je hebt een nieuwe optie, ramp-up weapons, met die Defender dingen. Ja, of je attack power, of je bijvoorbeeld je poison build-up. Deze man weet waarschijnlijk helemaal waar hij heen moet. Ik niet, ik val naar beneden. Ja, vraag me niet hoe die zo ver komt hoor. Ik heb geen flauw idee. Ja, en goed ook. Hij is niet zo'n noob als dat wij dat zijn. Dat zijn barrels. Welke moet ik killen dan? Dat is die andere dan, denk ik. Ik ben er. Het is gewoon een Diablos. Ja, dat vind ik niet leuk. Blijkbaar. Weet je ook waar die heen gaat? Maakt niet uit. Hoe komen we waar dat beest is? Ja, goede vraag, hè? Maar is onder de grond of zo? Ah, ja, ik heb het gevonden. Ja, die zijn echt handig. Dat is een goede toevoeging geweest.
Dat kon de Switch niet aan, denk ik. Ja, daar even Kamehameha gewoon. Wat, Dasha? Is het niet erg? Yeah.
Ja, dan zeg maar wel. Ja, echt bijna niks doet schade bij deze man. Now take the money!
Vervangen, swa. Dat is wel raar. Ik kan nu die Hellfire doen trouwens. Dat kon voorheen met gems wel. Hè? Maar ik weet niet of dat in deze game zit. Oh, maar die heb je dus ook al gedaan. Kom op, post de quest. Ja, dat is de urgent toch, Hellfire? Ah, ik moet hem zetten. Ik heb hem gepost, ja. De Magna Malo. Haiku. Trial by fire.
is dire. The dead beckon atop their pyre. Hey, maar Elden Ring DLC, wat zeg je? Ja, Shadow of the Earth 3 is bevestigd. Een expansion. En meer weten we niet. Men denkt van wel, omdat het meer dan een jaar geleden is dat de game is uitgekomen. Ze zullen er natuurlijk al een tijdje mee aan bezig zijn. Daarom zullen ze al met iets groots moeten komen om... Ja, inderdaad. Ja, From Software is best wel goed voor zijn fans geweest volgens mij. Ik denk dat je naar het rode pijltje toe moet, want dat ben ik. En ik denk dat ik hem hier gevonden heb. Ik ben helemaal boven. Niet leuk, niet leuk. Wat is dit voor Elden Ring, boss? Er rijdt gewoon iemand op een Rattian hierheen. Ja. Maak geen grap. Zo. Ja, dat was klaar. Was afgelopen. Ja, er kwam gewoon iemand op een fucking beest heen gereden. Ik weet niet wat het was. Volgens mij een Rathian. Maar deze gasten zijn ook fucking sterk. Ja, is aardig wat schade, hè, wat hij doet.
Arachnoid. Ja, zo killde hij me dus net. Ik zeg, hij killde me dus net zo met die staart. Ja, joh. Die heb echt life powder te veel. Daarom hield hij ook zo vaak achter elkaar. Oh!
Kom, vang hem, maar maakt niet uit. Ik wou hem proberen te vangen. Maar maakt niet uit. Echt, wie beukt me nou weer weg terwijl ik aan het fucking harvesten ben? Jij weer, hè? Zeg dat. Track 3. Affinity hoeft niet per se, hè? Nee, ik heb ook nog niet echt gekeken. Ik moet ook even kijken naar mijn wapens en zo. Jij bent nu ook rank 3, toch? Ja. Hoeveel quests moet je nog? Ook 4? Of ben je alweer klaar? Ik moet 1 peelboon hebben. Ah, de Narga Kuka zit hier ook in. Poep. Nee, ik heb hem ook weggezet volgens mij. Ik heb alleen nog maar een buddy 1, geen buddy 2 meer. Je hebt ook alle twee je buddies. Ik ga even in de village kijken hoor. Je mag een quest selecteren als je wil. Ah, cutscene in the village. Er is een melding pot. Ho ho!
Nog meer heb je voor me. God damn. Echt heel veel mensen wat voor me. See you later. Vergeet niet dat je ook weer even bij die plant moet kijken. Bij die boom. En jouw generisch moet je in de gaten houden. Punten, prima. Ja, heb ik ook. Die subquest, denk ik. Ja, volgens mij ook. Even kijken. Ik heb wel een tijdje meer gekeken. $400 per buddy gewoon. Ik heb nog een buddy hoor. Sorry, u zei. Het was take a picture of a sleeping, bla bla bla. Ja, je kan ze volgens mij niet tracken. Oh jawel. Bij sidequest kan je het zien. Als je options en dan één keer naar rechts zie je quests. En dan kan je dus ook je sidequest en je optional subquest zien.
Ik ook niet meer. Hoe maak ik? Hoe maak ik weer een foto? Oh, je hebt een camera bij je pijltjes naar links en rechts. Even kijken, wat voor sidequests heb ik allemaal dan? Een rogue lizard. Een bomb by G letting out gas. Oké, ja. Ja, kies maar een leuke quest uit. Hey, hou jullie op met jullie quests en requests en weet ik veel wat. Het is niet leuk meer. Je hebt iets gepost? Dat is een ogre. Capture a Rathalos. Nee. Heb ik niet. Het is jouw schuld dat ik hem nu krijg. Nee, het komt erop. Hij is er nog wel, maar hij zegt niks. Daarom is het zijn schuld. Ik ben ook klaar. Maar Scrap Kuro, heb je zin in? Dat moet ik wel zeggen van die Monster Hunter community. Het is wel echt een aardige community. Behulpzaam en shit. Als ik World of Iceborne aan het spelen was en jij was er niet, was ik ook gewoon eigenlijk alleen maar join SOS. Welke moeten we hebben? Zal ik naar 13 toe gaan? Ik weet eigenlijk niet of jij 13 kan zien. Oh, wacht, ik kom ook langs die andere. Dit is hem niet, denk ik. Of is het hem wel? Ik weet het niet. Oh, dit is hem wel. Nee, toch of wel? Jawel. Van een Sinogre? Ik weet niet wat een Rocklusser is. Van jou zit er weer op, hoor.
Nice. Waar kunnen we rijden? Vergeet niet je wapen scherp te maken. Hiermee. Maar het heeft nooit snel geleveld. Ja, omdat we niet focussen op die main quest. Hij is gewoon zijn tweede fase ingegaan. Godzilla gewoon. Hij is wild ook. Dat moet jij wel hebben vandaag. De staart ligt eraf.
Erin. Someone moet het kutbeest gaan eten hier zo. Wow. Dat is een hele goede vraag. Ah ja, inderdaad. Ah, ik heb hem gecaptured. Maar ik ja, inderdaad. Wat een klootzak. Waarom doe je dat? Echt hè?
Ja, links. Dat zijn alle mensen die nu in deze lobby zitten. Wij drieën. Blijkbaar. Je praat, ja, zoals voor me. Ik zal eens even kijken. Hub quest, 3 sterren. De Somna kant. Onion kant. Met wat? Moesten we wat doen? Ja. Master Hojo drew all the monster pictures. Je hebt gepost. Welke moet ik doen? Die hunt redden was. Alsjeblieft. Boos. Ik ga wel voor poison daggers nu. Ik heb toch het idee dat het meer doet, want ik zie die monsters nooit paralyzed zijn. Nou, ik heb het gevoel dat die poison wel gewoon wat doet. En die paralyzed, ja, ik zie nooit een monster paralyzed zijn. Ik moet gewoon één red in het spike hebben.
Genau. Dat is heel vies. Dat was deze man dus aan het doen. Maar hij was hier heel aan het komen met een monster. Nou ja, waarschijnlijk kan je op een hele eenvoudige manier mounten. Kijk ook waar hij op rijdt, hè. En kijk hoe hij met het ding omgaat. Ik voel me echt noob nu. Ja. Ah, hier, wacht, ik kom af met de monster.
Hij is beneden, man. Ik ben nu met hem aan het vechten. Ze staat er. Dat was in de maling. Kutbeest. Ja, is een blauw-paarsig icoontje. Is goed zo. Ja, shock trap.
Voilà. Oké, okay, dan moet hij even op de grond. Ik zeg niks. Oh, ik snap nu wat je bedoelt met je dash. Maar hij is die gele, hè? Ik ben er bijna met mijn trap. Goed gedaan. Guess we are. Nou, maar kijk hoor. Nou, ik ga er nog eentje doen en dan ga ik maar stoppen, denk ik. Even kijken, welke gaan we doen nu? Oh ja, bezig gepost. Oké. Okay. Ja. Aan de andere kant ook niet. Nu kan ik jou wel gewoon joinen in plaats van dat ik eerst ook een cutscene moet kijken voordat ik je kan joinen.
Okay. Eindelijk. Nog eten. Ja, we zijn ready. Het gaat er eens lang duren. Wat is dit nou? Komt omdat ze de hele tijd stoer gedaan hebben natuurlijk. Ja, denk het wel. Nou, hij gaat weer een of ander beest uitzoeken en dan komt hij weer uit het niets aan met dat ding. Doe het er? Hey Rob, hij is wakker geworden. Ja. Ik ben wakker geworden. Ik ga naar mijn nest. Cool. Heren, succes vanavond nog eventjes. Nou, gaat lukken. We spreken elkaar later. Yes. Mazzel. Later. Yep. Niet echt. Een T-Rex. Wacht, hè. Jij hebt hem uitgekozen, hoor. Ja, doodgaan. Heel erg. Iemand heeft de quest gejoind. Voor mij ook hoor. Geen moeite mee.
Ja, dat is die Scrap Kuro. Ook van Capcom. Alsjeblieft. Ja, ik dacht laten we hem vangen, dan zijn we sneller klaar. De game is wel gierig met zijn trofies, moet ik zeggen. Ik heb er nog maar één. Ja, en uitleg. Krijg ik iets van mijn katje? Powder? Hij is rank 53 hoor. En wij zijn nog steeds rank 3. Een buddy ticket. Maar kan je daar ook weer gear voor halen? Ik weet het niet eens, man. Ik weet het allemaal niet meer. Ja, even bij de Kohoot nest kijken. Really?
Ich hab den Ninja Parasaur unlocked. Bei der Village Entrance muss ich heran. Bei Umbrella Merchant Hinami. Ik ga niet voor armor, ik wacht tot ik high rank kan. Ja, want je wapen kan je meenemen, maar je armor niet. Ga voor die Sinister Longsword. Ja, Magnum Allo. Nee, die heb je al. Ik vind die ene er ook gruwelijk uitzien, man. Die Wind Thief Scimitar. Bijna onderaan. Heb ook een upgrade. Scrap Curio's vandoor. Ja, voor mij wel in ieder geval. Ja, we hebben aardig wat burgers gemaakt. Kijk, save.